Toon, waar ging het mis voor jullie? We hebben ons af laten troeven op agressiviteit om te beginnen. En als je niet agressief bent, dan word je vervolgens op alle andere vlakken afgetroefd. Het eerste kwart was natuurlijk een killer. Daarna was eigenlijk de wedstrijd wel gelopen. Als je verder naar de statistieken kijkt van de volgende drie kwarten, dan geeft dat elkaar niet zo heel veel toe. Maar ja, we zijn veel te slap aan die wedstrijd begonnen. Het is iets wat ik van de week in de Europa Cup wedstrijden ook al merkte. Dat er een bepaalde toch gelatenheid over de ploeg ligt. Vandaag heeft ons ook dat de eerste kwart was desastreus. Dan is het heel moeilijk om daar vandaan weer eruit dat dal te komen. Het was 15 verschil na 10 minuten. De eindstand is, 12, 14, iets meer dan. Ja. Nagenoeg hetzelfde verschil. De hele wedstrijd loop je daar achteraan. En dan nog... eigenlijk is het pas in het vierde kwart dat we het een beetje van ons af gaan bijten. Op de manier zoals ik dat dan graag zie. Maar nogmaals, het begon. We zijn te slap begonnen en we hebben ons af laten troeven. Kun je dat als coach dan niet in die hoofden van die spelers omzetten? Nee. Kijk, ik. Dat is het moeilijkste aspect van het coachen. Een speler moet zelf klaar, als hij hier komt in de zaal, en ik gebruik die uitdrukking nogal eens een keer. Als je hier komt, moet je klaar zijn om te spelen. En als je dat niet op kan brengen, moet je gewoon niet komen. Dan moet je thuis blijven. Geen zin hebt, of je hebt pijn, of je hebt ouw, of anderszins. Dan moet je eerlijk zijn naar jezelf, moet je eerlijk zijn naar de ploeg. Het is namelijk... Kijk, natuurlijk, ik heb me voor het eerst dit seizoen dan met dit nieuwe team, dat ik me boos gemaakt heb in de eerste kwart. Na een kwart had ik ook zoiets van, ik kan me druk maken, maar er verandert toch niks. Als de spelers dat uit zichzelf niet meebrengen, dan kan je het als coach kan je het schudden. En het jammer is dat we verleden jaar hadden we een ploeg daar waar dat... Dat ging eigenlijk bijna vanzelf. Hè? Maar laat ik niet te negatief zijn. We snel terugdenken, hebben we vorig jaar ook van die wedstrijden gehad in het begin van de competitie. En zoals gezegd, het is een vrij nieuwe ploeg. Ik heb er maar drie terug van verleden jaar. Het jammere nu is dat we het in de voorbereiding heel goed gedaan hebben als je naar de resultaten kijkt. Alleen ja, dat is voorbereiding en dat telt op dit moment niet. Dus... er moet heel veel nog gedaan worden, maar nogmaals dat mentale aspect. En dat is iets, ik kan er alleen maar over praten en het aangeven. En op een gegeven moment proberen in te grijpen als het niet verandert. En dat betekent, als je niet doet wat opgedragen wordt, dan kom je maar zitten en dan gaat een andere maar proberen. En of je nou 2,10 meter groot bent of 1,60 meter, iedereen moet zijn taken vervullen. En dat begint met agressief spelen. Een wake-up call, hopelijk. Ja, precies. Die hebben we te weinig gehad in het voorseizoen. Zoals ik net zei, het ging te makkelijk eigenlijk. En we hebben drie Belgische ploegen tegen gespeeld in de eerste afdeling. Alle drie gewonnen. Oké, ik weet hoe het is. We spelen in Nederland, dan is het al sowieso anders dan wanneer je in België speelt. Maar ja, dat geeft blijkbaar toch het idee, dat beeld naar spelers, dat we het goed doen. En dat we ons tegen andere ploegen misschien iets minder inzet kunnen permitteren. Het is nog vroeg in het seizoen en dit is misschien wel op zijn plaats. Alhoewel, afgelopen woensdag voor de Europa Cup kregen we al een draai om onze oren. En dit is 2 en komende woensdag spelen we in Turkije. Dus ik vrees dat 3 draaien om de oren gaan worden.